Goedemiddag. De politie heeft deze week bemiddeld in een conflict tussen de eigenaar van speelboerderij Pukkemuk in Dongen en enkele bezoekers. Het ging om een groep van ongeveer 20 islamitische bezoekers, waarvan de vrouwen een boerka droegen. De eigenaar sprak de groep aan nadat enkele van hen in een hoekje van de overdekte speeltuin in gebed waren gegaan. Hij vroeg ze hun boerka uit te doen of te vertrekken. De vrouwen weigerden dat, waarna er een ruzie ontstond. Die werd gefilmd door de groep en op Facebook geplaatst. Jullie zijn te extreem, dat wil ik niet. U kent ons niet eens. U kent ons niet eens of wij extreem zijn of niet. Ik praat erover door met verslaggever Ariane de Jong. Ja, Ariane, je hebt inmiddels iemand gesproken die in die groep zat. Die groep van die islamitische bezoekers. Wat is het verhaal dat zij hebben? Ik denk belangrijk om even te zeggen dat fragment wat je net zag, dat is een momentopname. Op de site staat een langer fragment, maar ook dat is een momentopname. Dat is dus niet het hele voorval geweest. De woordvoerder van die groep van de islamitische bezoekers die zei van er was niks aan de hand. We kwamen daar rustig binnen, we zaten lekker rustig op een bankje, de kinderen waren fijn aan het spelen. En opeens komt de eigenaar naar ons toe en zegt dat we moeten vertrekken. Een paar mensen van ons zaten achteraf dat het eigenlijk voor niemand zichtbaar was te bidden. Maar wij moesten vertrekken en dat ging nogal met dreigende taal en gescheld volgens de islamitische bezoekers. Ja, maar de eigenaar die denkt daar dus heel anders over. Wat is er volgens hem gebeurd? Ja, die heeft een persverklaring uitgegeven. Hij zegt, alles was rustig, pais en vree. Op een gegeven moment was er onrust in de zaak. Ik kreeg dat te horen van mijn medewerkers. Bezoekers werden onrustig en kinderen werden onrustig. En die zouden onrustig worden van het bidden van die mensen daar in dat hoekje. En toen heeft de eigenaar gevraagd of dat, ze wilden vertrekken. Mag de eigenaar zich daar eigenlijk wel mee bemoeien, Rianne? Ja, je zou zeggen van wel, hè, het is zijn tent, dus waarom niet? Van de andere kant, het College van de Rechten van de Mens zegt heel duidelijk dat je iemand niet mag discrimineren op gebied van religie of godsdienst. En daar zou dit natuurlijk heel erg goed onder kunnen vallen. Onderzoek moet dit gaan uitwijzen hoe dat die vork nou daadwerkelijk juridisch in de steel zit. We wachten het af. Ariane de Jong vanaf de redactie.